Mensen, welkom en welkom terug bij deze Tottenham Hotspur FIFA 19 Career Mode. Mijn naam is Dweenster en dit is aflevering nummer 2. Maar voordat ik verder ga met deze aflevering wil ik eventjes wat kwijt. Want de vorige aflevering, aflevering nummer 1 van deze serie, ging best wel lekker. En daar ben ik echt wel blij mee, dus heel erg bedankt voor dat. Nou, de vraag is, kunnen wij deze aflevering, aflevering nummer 2, denken dat wij minstens 10 likes kunnen bereiken met deze aflevering. Ik hoop het, mensen, duimpje omhoog. En als je nieuw bent, vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alles. Maar ja, je weet hoe het gaat. We gaan beginnen. Het belangrijkste wat we gaan doen in deze aflevering is... we gaan kijken naar de reacties. En ik hoop dat wij dan wat spelers kunnen gaan kopen. Want we hebben wel wat geld. Voordat ik ga kijken naar de reacties, mensen, als jullie vragen hebben over... voetbal algemeen, je weet toch gewoon bijvoorbeeld de EK kwalificatie, Nederlands elftal, Belgisch elftal, Eredivisie, noem maar op. Stel gewoon je vragen, weet je. Het hoeft niet alleen bij deze Keremo te blijven, de reacties. Je kan gewoon, als het om voetbal gaat of misschien wat anders, weet toch, vraag het gewoon. Maakt niet uit, gewoon vragen. Maar goed, laten we gaan. Staf 30-10, we doen gewoon 30-10, klinkt lekkerder toch. Jij zegt, verkoop Kane en Eriksen. Oh mijn god. Oh mijn god. Doest Rick. Jij zegt op zijn reactie weer. Het zijn belangrijke spelers. Ik voel een soort kleine beef hier zo, man. Gewoon een kleine beefstuk voel ik hier zo. Maar ik moet wel eerlijk zeggen. Doest Rick heeft wel gelijk. Want Kane en Eriksen zijn de belangrijkste spelers. Het zijn niet belangrijke spelers. Het zijn de belangrijkste spelers. Begrijp me niet verkeerd. Ik sta open voor alle suggesties. Maar deze... kan ik helaas niet realiseren, want mijn doel met deze serie is natuurlijk om zo snel mogelijk de Champions League te winnen of de Premier League. We willen gewoon zoveel mogelijk prijzen pakken in de korte tijd die wij hebben bij deze club. En dan wil ik na de Premier League gaan we naar La Liga. Dus dat is eigenlijk ons doel. En als ik Kane ga verkopen, als ik Eriksen ga verkopen, ga ik het mezelf zoveel moeilijker maken. Maar als Kane of Eriksen of allebei tegelijk... maar dat zie ik niet zo snel gebeuren. Als zij slecht presteren, dan is de kans aanwezig dat ik ze dan wel ga verkopen. Maar weet je, ze hebben nog niks gedaan onder mijn managerschap. Is dat een woord? Ja, het is een woord. Gewoon vanaf vandaag. In ieder geval wel bedankt voor jouw reactie. Volgende reactie is van Yous van Nu. Koop Neymar en of die Russische aanvaller van Valencia. Even kijken, Neymar, om heel eerlijk te zijn, zou in het echt nooit naar de Spurs gaan. Ik zeg nooit, maar ik zeg gewoon nooit. Klinkt logisch, maar niet eens. Maar in ieder geval, die Russische speler, Sergejev, zou kunnen doen. Hij is niet heel snel, voor op de flank gaat het hem gewoon echt niet worden. Hij kan wel, denk ik, spelen als aanvallende middenvelder. En jij zegt voor wisselspeler, dus dat betekent, we gaan hem gewoon proberen te halen. We gaan hem gewoon proberen te halen, Yous. Dat gaan we gewoon doen. Dus bedankt voor je reactie, man, Yous. Dankjewel. We gaan naar de volgende. Ja, man. Hidde Klein Goldewijk. Jij hebt een van de gruwelijkste namen, man. Hidde Klein Goldewijk. Ja, man. Koop De Jong of Sancho. Ja, De Jong. Ik denk dat je bedoelt Frenkie. Het probleem is, weet je. Hij gaat dan naar Barcelona. Dus weet je wat we zouden kunnen doen? Maar ik denk al verder in de toekomst. Misschien na de Spurs kunnen we naar Barcelona gaan. En dan kunnen we Frenkie gewoon halen. Maar dan is het toch wat... Als ik hem nu zou halen voor de Spurs... Ja, ik weet niet, man. Ik weet het nog niet. Maar in ieder geval, ja, ik weet niet. Maar Sancho gaan we proberen te halen. Dat vind ik wel goed. Hij is echt op dit moment lid. Ja. Ik wou het niet zeggen, maar ik zeg het gewoon. In ieder geval, Hidde Klein Goldewijk. Bedankt voor je reactie, man. De volgende reactie is van Wouter Rijming. Jij zegt, doe zonder regels. Ik weet niet. Ik weet niet of ik dat wil gaan doen, want dan... maak ik het mezelf te gemakkelijk. Want als ik dan zeg maar een Neymar haal en een Ronaldo en een Dybala, weet ik veel. Ik win alles. Geloof me, ik win alles. Dus ik weet niet, man. Weet je, doe gewoon hashtag zonder regels of hashtag met regels onderaan deze video als reactie. En dan ga ik gewoon kijken. Weet je, ik wil wel gewoon weten wat jullie vinden. En dan als het echt een overload is, als het echt te veel mensen zijn met hashtag zonder regels, dan ga ik erover nadenken. Maar in ieder geval wel bedankt voor jouw reactie, Wouter. Sowieso. De volgende reactie. Yous van Nuen. Oh, nu zie ik je naam ietsjes. Ik weet niet. Ik kan je naam niet helemaal zien. Sorry, ik ben op mijn telefoon aan het kijken op dit moment. Jij zegt nu verkoop Moura. Wij zouden dat wel kunnen doen.
Ik ga sowieso dus even kijken, Sancho halen. En Carrasco, de Belgische vleugel aanvallen, die wil ik halen. Dus we, ja, dan moeten we sowieso wel Moura verkopen. Dus als dat echt is wat jullie willen, dan doen we dat. Dus bedankt voor jouw reactie. Weer Joes. Mensen, het is tijd om te gaan kijken wat we kunnen doen in de transfer window. We gaan de spelers sowieso op de lijst zetten die op de lijst horen. Jongen, waar ga je heen? Focus, stick to the plan. Aight. Oh ja, we moesten ook gaan kijken. Een verdediger moest weg, hè. Wacht even. Vertongen en Oude Wereld. Ik kan dat duo niet laten gaan, man. Bij de 87 algemeen. Ik ben geen fan van Arir. Ik heb mijn keuze gemaakt. Dus hij mag op de lijst, gewoon snel. Oké. Okay. Lamella mag op de lijst. Eto Transferlist. Moura gaat op de lijst. Wie hebben we nog meer? Ik denk dat dat het was, hè. Zon. Ik hou van Zon, maar hij is gruwelijk, man. Yannick Carrasco, als jij zou terugkomen. Dus wacht even. Heeft hij een release clause? Gelukkig niet. The player has just recently joined this club and won't move again. Oké, dat gaat hem dus niet worden. Dat valt weer tegen, man. We gaan eventjes een wedstrijdje spelen. En dan hopelijk tegen die tijd hebben we dan wat meer informatie over de andere spelers. We hebben al één wedstrijd gespeeld. We gaan eentje simuleren, man. Want ik wil eigenlijk wel... Oké, weet je wat? We gaan deze even simuleren. Ik wil dat de tijd wat sneller gaat. We simuleren gewoon deze wedstrijd. De wedstrijd tegen Al Ahly. Ik verwacht gewoon sowieso een 4-0 overwinning. We spelen met het eerste elftal. Ik had met de tweede. Nee. Als we deze winnen, spelen we de volgende met het tweede elftal. Deal. Ajax tegen AS Monaco 1-0. Natuurlijk. Waarom staat het 1-1? Eriksen met een snelle gelijkmaker. Dat is lekker. Oké. Het is tijd voor Kane. Harry Kane. Eriksen. Oké, is ook goed. Harry Kane. Alsjeblieft. Maakt niet uit. Eriksen. Man van de wedstrijd sowieso. We hebben dus de vorige wedstrijd gewonnen. We staan met 6 punten op de eerste plek. Dus de volgende wedstrijd gaan we met de tweede elftal spelen. En dan zullen we wat meer zien van... wat is gebeurd? Ik heb iets gemist. Transfer talks broken down. Was dit niet gefixt? Zogenaamd, FIFA. Dit zou zijn gefixt met die laatste patch. Oké, dankjewel. We hebben een bot voor Davies, maar hij blijft dus... Wow, 19.8, lekker. En skip. Had ik hem... op een lijst gezet. Ja, 17. Ja. Maar waar? AZ! Gaat hij daar spelen met een 64 algemeen? Ik denk het niet. Ja, we gaan het gewoon accepteren. De wedstrijd tegen Al Ittihad gaan we spelen met de tweede elftal. Vorm op doel. Davies als linksback. Sanchez en Voigt als centrale verdedigers. Arir als rechtsback. Wanyama als verdedigende middenvelder. Wings en Sissoko voor Wanyama op het middenveld. Lamella als linksbuiten. Zon als rechtsbuiten. En Jansen in de spits. Wat we ook trouwens moeten gaan doen. We gaan onze spelers taken moeten geven. Instructies. Want ik ben geen coach geworden om hun maar te laten doen wat ze zelf willen. We gaan, man. We gaan. Ja, ja. Volgens mij hebben we hier al eerder gespeeld, hè. Is het maar één stadion wat we gebruiken voor het toernooi? Volgens mij wel. Maar kom niet uit. Vincent Jansen in de basis. Vincent Jansen met een slechte aanname. Ik moet denk ik zijn dribbelen ook gaan aanpakken dan. Zit ik ineens te denken. Vincent Jansen speelt een slecht begin van de wedstrijd. En een schot van Wings. Geen probleem voor Rakan. En we hebben een hele makkelijke counter. Ziet het. Is er iemand die kan helpen? Nee, er is niemand. En het staat 1-0. We staan achter. Heel slecht verdedigd van onze rechtsback Arie. Want hij hoort daar ook mee te verdedigen. Maar ik zag hem niet. Echt begin van de wedstrijd. Ik had het sowieso niet verwacht om een tegendoelpunt te krijgen. Om een doelpunt tegen te krijgen van hun maar. Even kijken. Ja, hier hadden ze die baas moeten afpakken. Arie ging naar de... het is duidelijke fout van Arie. Hij ging mee met de verkeerde aanvallen. En Vorm kan hier sowieso niks aan doen. 1-0 voor Al Ittihad. Ja, prachtig weer hoor. Vincent Jansen komt er niet bij.
En weer een kans, maar weer niks aan de hand. En een goal voor Son. Geen buitenspel, toch? Nee, geen buitenspel. Het staat weer gelijk. Die aanval was een beetje rommelig. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat Vincent Janssen op de positie zou staan van Son. Maar even kijken. Ja, Janssen gaf de paas aan Davies, volgens mij, toch? Ja. Dus hij deed wel echt actief mee in deze aanval. Dat is voor mij heel belangrijk. Om te zien, want Vincent Janssen staat alleen niet in het echt onder druk, maar hier bij ons natuurlijk ook. Want hij moet wel gaan presteren als spits van het tweede elftal. Sanchez, wat is er met je haar, man? overname, Janssen, lekker gedaan. Paas gaat naar Davies. En dit moet... die paas van Davies, echt. Dat was heel slecht. Jullie willen dat ik Moura verkoop. Dus ja, we geven hem nog wat minuutjes. Maar ik denk dat Moura sowieso tot aan de winterstop bij ons blijft. Want... Carrasco kunnen we niet halen. Carrasco kunnen we pas halen vanaf de winter. Hopelijk. Lucas, hier meteen aan de bal. Dit is wat jullie kwijt willen. Moura is zo snel. Hij is zo verschrikkelijk snel. Panna! Panna! Yo! Nee, scheids. Dat was een penalty, maar laten we kijken naar die panna. Waar ga ik heen? Die panna was echt anders. Oké. Kijk deze panna hier. Lamela. Ja, maar Lamela. Kom op nou, man. Hey, Lamela! Ik moet zeggen, ik ben best wel onder de indruk van deze ploeg. Wat een paas! En we krijgen kansen! Wat een schot voor hem! Met de redding. Ja, hij is boos. Ik ben ook boos. Die verdediging staat gewoon niet sterk genoeg. Ik denk dat het Sanogo is, man. Van, hij speelde toch bij Arsenal? En ja, Sanogo. En eventjes bij Ajax. Ik denk dat hij het is, man. Ik ga niet kijken. We krijgen de bal niet weg. We krijgen de bal wel weg nu. Oké, kijken of we nu een counter kunnen plaatsen. Ja, hij is gewoon te snel. Hij is... Vincent Jans, nee! Ik denk het niet. Vincent Janssen, 100% kans. Geef ons een reden om te twijfelen, vriend. Vincent Janssen, kom op nou. Vincent is hopeloos uit vorm, man. Hij kan de bal niet even vasthouden om weg te... Dat is wat ik wil doen. Ik wil gewoon... Even vasthouden, dat ik de verdediger tegen mijn rug aan krijg en dan draai ik weg. Maar Vincent verloor de bal 2 keer achter elkaar, jammer. Een gelijkspelletje is toch wel een beetje teleurstellend als je kijkt naar sommige spelers die ik wel had opgesteld. Maar we hebben in ieder geval niet de wedstrijd verloren. Man. Even kijken, 3 milli erbij, dat is lekker. We hebben een bot voor Oakley. En hij komt van... Wie is dat? Kassim Pas. Oké, we gaan deze accepteren. Ja. Hey, we gaan tegen Ajax. Wauw. We gaan tegen Ajax. Maar ik wil nu eigenlijk transfers gaan doen. Oké, we hebben de informatie binnen voor Sancho. Dus we gaan kijken. 79 algemeen, klopt. 21 milli is zijn waarde. Dat hebben we. Acceleratie 88, sprintsnelheid 87. Ja. Hem kunnen we goed gebruiken, want we hebben niet heel veel vleugelspelers.
Oké, de informatie is binnen. We gaan proberen om deze man te halen. Hij is niet heel duur. De waarde ligt tussen de 23,7 en 34,3. Dus ik wil niet meer betalen dan 30. We gaan beginnen. Met wat beginnen we? We beginnen natuurlijk met het bodembedrag. En dat is 23,7 vast, toch? Zoiets. Alsjeblieft, word niet boos. Want dan moeten we weer wachten. 31,2, dat is te veel. We gaan hem hoog. We gaan naar de 26 milli. Wat vinden jullie van 26 milli en een 15% doorverkoop clausule? Oké, wacht even. Ik wil onder de 30 blijven. Dus wat doen? We gaan er een beetje tegenaan zitten. Wat vinden jullie van 29,5? Oké, wacht. Ik ga het gewoon proberen. 29,9. Want we zijn gewoon zo. Lekker. We hebben er binnen voor 29,9 milli. We zitten onder de 30 milli. Ja, we moeten gaan wachten op deze deal. Ik wil niet en de halve finale en de finale spelen. Dus ik ga de halve finale simuleren. We spelen met de tweede elftal tegen Ajax. Ja man, dat gaan we gewoon doen. Want stel je voor dat we eentje... Ik heb... Even kijken. Nee man. We kunnen echt op geen enkele positie een speler missen op dit moment. Tweede elftal gaat tegen Ajax. Het gaat in deze aflevering meer om jullie reacties en natuurlijk spelers halen. Laat me eens even snel erbij gaan kijken, want ik ben vergeten. Zie je? Dat bedoel ik. Share, toch? Ja, daar is hij. Deze moest ik van jullie halen. Sorry. On loan at Valencia. Ik kan hem niet eens halen. Hij speelt... Bij Villarreal hebben ze hem... Ik ben gewoon vergeten. Sorry man. Ik zat er ineens aan te denken. Als we Moura echt gaan verkopen, dan moeten we echt een vervanger voor hem halen. En dat is natuurlijk niet Sancho, want hij is pas 79 algemeen. We moeten echt wel rond de 83 zitten dan. Ai. Oh, ik ben teleurgesteld. Maar goed, we gaan deze wedstrijd simuleren. Sorry man, ik had het tweede elf al trouwens. Ah man. Oké, de wedstrijd tegen Ajax. Met wie speelt Ajax trouwens? Even kijken. Ajax speelt... What the... Van de Beek? Kom op nou. Zo snel. Ze spelen trouwens niet met hun sterkste elftal. Want De Ligt, Onana, Tadic, Neres. Allemaal op de bank. Maar ze staan wel voor met 1-0. Varela als keeper. De Jong, Frenkie. Nee, niet Frenkie. Lamela met de 2-1. Kom op. Davies is geblesseerd. Dit is wat ik bedoel. Gelukkig is hij een bankspeler. Frenkie heeft ons ge... Wauw. De speler die ik niet wil of niet durf te halen omdat ik... Frenkie scoort. Hij heeft ons uit... Ja, hij heeft ons uit zijn toernooi gescoord. Jammer. Wel 3,5 voorbij. Even kijken. 3 dagen, dat is niks. Jammer man. We hebben niet de finale kunnen bereiken. De eerste wedstrijd van de Premier League is tegen Newcastle. Dan hebben we Fulham. En Manchester United. Yo, de Premier League is een gruwelijke competitie, man. Wedstrijden tegen Manchester United. Dan Liverpool. Dan hebben we Inter. Dan gaan we naar Barcelona. Wacht even. Ik heb iets gemist. We spelen tegen Inter, Barcelona en PSV. We gaan tegen de Nederlandse ploeg. Lekker. We gaan deze aflevering beëindigen. Voordat ik dat ga doen, laten we... doen wat ik zei dat we zouden doen. We gaan even de taken verdelen. We gaan naar de instructies. We beginnen natuurlijk met de vleugelverdedigers. Even kijken. Stay back. Nee, dat hoeft sowieso niet. Ik wil niet. Eén van de twee wil ik wel dat ze gaan mee gaan doen. Maar dan moet ik even gaan kijken wie is daar handig voor. Defensive work rate is high. Attacking work rate high. Oké, Trippier die mag... meedoen. Deer moet achterblijven, want anders hebben we echt te veel mensen voor. Eriksen wil ik eigenlijk de Messi-rol geven. Dat is dat hij een beetje overal mag staan. Dus dat ga ik doen. Ali. Even kijken. Steven. Free roam. Nee. Stick to position. Moura. Meehelpen met de verdediger. Aan deze kant denk ik niet, want Roos die gaat niet altijd mee, maar Son gaat het wel moeten doen. Son die moet... Nee, wacht even. Ik zeg het fout. Moura mag stay forward. Maar Son die moet wel
komt back on defense, omdat Trippie ook mee naar voren gaat. Oké. Kane natuurlijk. Steeds central. Maar, even kijken. Torgerman. Hij is sowieso Torgerman. Dat is eigenlijk allemaal goed. Stay forward. Sowieso. Ja man, dat staat wel goed. Vertongen gaan we aanvoerder maken. Ik vind wel dat een aanvoerder moet op het veld staan. En dan, weet je, de keeper kan niet overal bij zijn. Hij kan niet overal instructies geven. Left shot free kick. Wie is free kick specialist? Eriksen. Ik weet niet waar jullie het over hebben. Dat hoef ik niet eens over na te denken. We gaan gewoon voor de grap kijken. Maar kijk, 87. Eriksen doet alles. Alles. Penalties. Dat zal waarschijnlijk Kane blijven. Er is niemand die boven de 90 gaat zitten. Nee. Left corner. Lange paas. Nee, alles is voor Eriksen. Alles is voor Eriksen. Oké. Okay. Nou, we hebben dat gehad, hè. Alles. Als jullie ideeën hebben voor instructies. Tactiek. Of de rollen. Onderaan de video kan je altijd reageren. En zoals ik al zei. Het hoeft niet alleen te zijn over deze creme. Het kan ook zijn over... gewoon het echte voetbal, weet je, Nederlands elftal, Eredivisie, Belgisch elftal, zulke dingen, maakt niet uit, maar gewoon voetbal. En of over het leven zelf. Maar mensen, ik ga deze aflevering moeten gaan beëindigen, man. Denken jullie even na over een vleugelspeler, want Carrasco, ik weet niet of ik het geduld ervoor heb om te wachten tot de wintertransfer. Dus ik weet niet, man. Mensen, vergeet alsjeblieft niet duimpje omhoog en als je nieuw bent, abonneer op dit kanaal. Want we gaan verder met waar we gebleven waren. We gaan hard gaan. En ik ben benieuwd wat we kunnen gaan bereiken met de Spurs in het eerste seizoen. We gaan echt tegen heel veel goede clubs, man. Ja, man. Maar mensen, het is tijd voor hem te gaan, man. I'm out. Eriksen de Kane verkopen. Woe!